Ik ben Remco de Groot, ik ben Brand Advocacy Lead binnen Dentsu. Brand Advocacy is een nieuw concept wat we binnen Dentsu Benelux gelanceerd hebben onlangs. Daarin hebben we eigenlijk een aantal proposities die we al hadden binnen de organisatie gebundeld. Het hele idee van Brand Advocacy is dat we onze klanten adviseren om vooral ook vanuit andere entiteiten en platformen te communiceren dan alleen vanuit hun eigen merk. Dus het is eigenlijk een paraplu-concept. We hebben daarbinnen bijvoorbeeld branded content partnerships, influencer marketing, ook medewerkeractivatie, employee advocacy noemen we dat, hebben we gebundeld. Ook onze Dentsu Creatieve Studio, dus onze creatieven zijn daar onderdeel van. Omdat we vinden dat al die proposities ook een hele sterke creatieve component hebben, waar we ook mensen hebben die daar creatieve invulling aan geven. Brand advocacy past heel mooi binnen onze, wat wij binnen Dentsu noemen, onze modern media visie. Dat betekent dat we daarmee komen met innovatieve initiatieven om media voor onze klanten ook future-proof in te blijven kopen. En dat betekent dat we niet alleen maar meer kijken naar advertenties inkopen, maar dat we ook andere manieren zoeken om onze klanten te helpen uiteindelijk bij hun doelgroep terecht te komen. En wij denken dat het communiceren vanuit andere entiteiten, dus je verhaal laten vertellen door anderen, dat een heel effectief middel is om wel je doel te bereiken. Daarmee zeggen we niet dat advertenties inkopen helemaal niet meer belangrijk is. Integendeel zelfs, dat doen we nog heel veel voor onze klanten en dat heeft nog steeds heel veel impact. Maar daarnaast zijn er ook andere manieren om tot dat eindresultaat te komen. En daar zijn onze proposities binnen Brand Advocacy heel bruikbaar voor. Wat wij zien, ook in de onderzoeken die we daarna hebben gedaan en die daarover bekend zijn, is dat dat juist een heel sterk mechanisme is om merkvoorkeur en merkoverweging te beïnvloeden. Dus hoe wij ook naar onze klanten toe gaan, die zeker funneltaal, maar consideration uitdaging hebben, dat dit daar een heel sterk mechanisme voor is om klanten op te adviseren. En als mensen meer willen weten over brand advocacy of de proposities die we daarin voeren, stuur me vooral een berichtje en ik leg graag meer uit.